hoe kan ik, heb gewoon een vraag aan jullie, hoe kan ik uitleggen aan... Hey, jullie zijn er ook alweer. Nou, dat is snel. Leuk dat jullie er zijn. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag alweer 8 december 2020. En het is al 4:15 geweest in de middag. Ja, wij zijn Roderick en Karin Staalman van de Werf. Ja, dat zijn wij gelukkig wel. En nog een paar dagen, dan zijn we 2 jaar getrouwd. Ja. En wat ik allemaal heb gedaan, laat ik jullie zo meteen weten. Dus heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, dat was ik alweer. Zo snel, ja. Ik ga even ergens anders neerzetten. Is leuk. Even kijken of het wil hoor. Daar niet van. Als het wil. Als het niet wil, heb ik pech. Ja, nou. Dat was mijn duim. Sorry daarvoor. Maar gisteren zou ik nog ergens op terugkomen. Want gisteren hadden wij dus hoog bezoek. Ja, van de politie. Ja, van de politie. Die komt hier niet zo heel vaak. Nee, ik ga gelijk even lampjes aandoen. En dan ga ik gelijk even jullie een beetje weer bijpraten. Want dat zou ik gisteren doen. Maar dat ga ik dus nu doen. Ja. Gisteren hadden wij dus politie over de vloer gehad. Want mijn lieftallige benedenbuurman was eens een keertje weer thuis. Wat hij eigenlijk nooit is. Nee. Maar Ro en ik hadden weer even lekker woorden. Nou ja, niet woorden, maar gewoon een grote meningsverschil. Wel, niet, wel, niet, wel, niet, wel, niet. Wel, 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 niet, 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 niet. Nou ja, ieder huisje heeft zijn kruisje. Maar ja, ik heb, zoals jullie weten, een luide stem. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Nee. Hè, meneer? Nee, hè? Nee, precies. Maar gekkigheid op stokje. Hij vond het dus leuk. Oh, wat lief. Oh. Ik zie even iemand lopen met de kleine. Wat lief. Ja. Maar die vond het dus nodig om dus namelijk de politie te bellen. Dus we hadden hier 2 lieve dames in huis. Zo lief. Aardig ook, moet ik zeggen. Ineke en nog iemand van de politie. En hele goede gesprek gehad. Zij heeft ook inderdaad geconstateerd dat ik dus ja, hè, gewoon een luide stem heb. Wat ik dus helemaal niks aan kan doen. Ja, en daarom zeg ik al, meneer onder mij is er gewoon nooit. Hij huurt het wel, maar hij is er nooit. Mijn overige buren in deze hele portiek, die weet hoe ik ben. Hij, kom. En zo gezegd, zo gedaan. Auw. Auw. Met je lekkere lange nagels. Met je lekkere lange nagels. Ja, je bent lief. Ja, je bent lief. Oh, mevrouw, die gaat zo weer staan. Nee, maar, dat is eigenlijk gewoon bezoek gehad van 2 lieve vrouwelijke politieagenten. Roderick is even apart genomen om te praten. Ik ben apart genomen. Uiteraard gewoon op 1,5 meter afstand. Hun hadden mondkapje op, wij dus niet. Maar ja, hè, we zitten ook gewoon in ons eigen huis. Maar kom dan gewoon even naar boven van je buurvrouw. Wat is er aan de hand? Nee, politie bellen. Want wij hebben wel eens vaker even, namelijk woorden, Ro en ik. Want ja, hè, leeftijdsverschil. En ik kom vaak niet uit mijn woorden. En als ik iets zeg, hoe ik het denk te weten, dan zeg ik dat. En Roderick, die is iemand die het heel erg serieus opneemt. Net zoals hoe moet ik dat zeggen? Uitdrukkingen of wat dan ook. En dat neemt hij dan zo letterlijk op. Net zoals van ik zal het er even in rammen, weet je. Even van iets dat maak ik dan een grapje. Als ik Roders iets wil leren, ik ram het er wel in. Oh, dat is wel heel erg, erg. Als je mij even in elkaar wil rammen, weet je dat? En dan gaat hij dan gelijk denken van, hey, ik ga hem echt slaan of zo. Nee, ik ga het er gewoon even in rammen, dat je het weet, weet je. Net zoals met je studie, moet je het er ook even in rammen. In dreunen. Maar ja, weet je dan, en dan kom ik niet op en op die juiste woorden, hij. En dan zeg ik het even anders dan ik bedoel. Maar oké. En dan krijg je dus daar een meningsverschil over. Wel, niet, wel, niet, niet, wel. Nou ja, en dan schop ik eventjes tegen de keukenkastje aan. Dat is leuk. En daar moet gelijk de politie voor gebeld worden. Dus dat. Daarom zeg ik al, iedereen in deze hele politiek weet hoe ik ben.
Niemand pelt. Alleen meneer beneden mij. Joepie. Nou, ik ga live op Bigo. Ja. Ik ga hem uren maken, jongens. Yes, ik wil. Dus. Wie ook een Bigo wil gaan doen, ik zou zeggen, kijk even mee. Zoals jullie zien is heel mooi zwart scherm. Hi. Oké. Nou, ik open hem. Nup. Hey, ik had Bigo al open. Doe ik even zo. Nou. Deze twee gekken kennen jullie wel. Hè? Helemaal opgemaakt door niemand minder dan mijn fotograaf Henk Ros. Die kunnen jullie op Facebook vinden en op internet. Gewoon op internet. Henk Ros, fotograaf en visagie. Yes, nou, ik ga lekker online. Eens even kijken wie erbij komt. Hey, hoi, gewoon fun. Dag. Make friends. Yes, vind ik leuk. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Yay! We zijn er weer. Dames, kunt even rustiger. Ja, nee. Oké, wie komt er allemaal in? Even kijken. Wie komt? Kijk, lollies pakken. Yay, joepie. Nou, eens even kijken wie er allemaal in komen zometeen. Hey, dames. Schei uit, plaats. Nu, 1, 2, plaats, dank u. Nou, toen was er nog helemaal niemand. Lekker rustig. Hé, hey, Dirk, Berkhout, kom gezellig omhoog anders. Welkom. En ik zie dat je nog in level 2 bent. Zit je al in de familie? Nou, ik ga nog even verder met Bigo. Zo mooi. Zo. En we zijn weer onderweg. Even naar de Jumbo. Yes, naar de Jumbo. Yay. Het wordt er wel steeds mooier op, hè, mensen. Kijk hoe mooi. Gaaf, hè? Als je dit zo ziet. Wauw. Dit kost de partij veel. Granada. Ik wou net zeggen, mag je door rood rijden? Maar toen was het alweer goed. En mevrouw? Ja, tof. Niet dan. Allemaal bij de Mac. Yay. Dus even kijken of ze alweer wat hebben gedaan. Bij de ingang. Nee, nog niks. Ik weet niet wat ze aan het doen gaan, maar al die dingetjes. Wow, voilà. Allemaal opdradingen. Rodi had zoiets van, nou, ik knal hem gelijk maar naar boven. Nee, ik bedoel hier naar boven niet. En niet gewoon hier naartoe, maar ik bedoel daar, want ik was aan het filmen. Yo. Lekker dure donuts.nl? Ja, lekker toch? Nou, nee. Ja, lekker. Nee. Kijk hoe mooi deze is. Wauw. Ja, hij is gaaf. Alleen, het zou mooier wezen als het hier nou gewoon donker zou zijn. Nou zie je er weer weinig van. En dan hebben we daar dus weer die hele mooie grote kerstboom. We hebben daar staan. Huh? We hebben daar staan. Ach, mooie auto, een Volkswagen. Nou, deze kennen jullie al. Het zou mooier zijn als hier nou het licht uit zou zijn. En voor deze mooie hert. Ja, dat zou mooier zijn. Zo, kijk. Nou, deze heeft ook een hele mooie, nu, hele mooie pui. Alleen die ramen zijn een beetje hoog, hè, schat?
Nou, dat is ook weer een uitslagsingang. Bij de Vodafone. En ik vind dit nog heel mooi, hè. En van Pageman is dit. Dit blijft mooi. Ik weet niet waarom, maar ik vind het mooi. Nou, dan hebben we het nu ook dit. Nou, dit en dit hoef ik niet te proeven. Ik niet. Oh, wauw. Dat zie ik nou pas. Wauw. Hè? Huh? Ja. Nou, dit is dus op dit moment de mode. Kijk, zo, het is hier koud. Genade. Daar komt kou uit. Daar. Kerstboom. Nou, dat zeg ik. Het is kerstboom. Vorig jaar kreeg ik hem er niet zo mooi op als nu. Het is hier koud. Mooie ballen. En dit is voor de mannen van de versiering. Daar komt ook weer wat. Alleen wat weet ik nog niet. Kijk eens hoe mooie ballen. Ballen, laat ze maar vallen. Hey. Allemaal mooie ballen. Deze is nu dicht. Nou, dat is, hè, dat is normaal in deze tijd. Ja. En nee, ik word er niet voor gesponsord en voor deze zoete troep. Het is gewoon voor mij zoete troep dit. Kijk, wat is dit mooi. Wat is dit mooi. Wat is dit mooi. Kijk, al die lichtjes daar. En die weerschijning op en op dat ding boven. Wauw. Dit is toch nice. Dit wil toch iedereen? Alleen ik mis een hele licht string daar. Mijn excuus. Daar is ik al. Alleen ik mis een hele licht string daar. En toen waren we dus weer bij de Jumbo. Ja, en ik heb dus geen mondkapje op. Ik niet. Want zoals jullie weten, sta ik dus onder de uitzonderingspositie. Net zoals velen onder mij. En eens even kijken. Zo! Ik ben blij. Ik word blij. Ik laat zien waarom ik blij word. Hier worden toch weer mensen blij van? Ik kan wel spitten. Ja, frikandel speciaal. Ja, handig. Frikandel speciaal. Jeetje, mine. Deze is nog wel goed, hè, tot en met 12:12. Dus die mag daar niet eens nog in. Wappel. Ja, dat hoef ik niet. Zuivel. Ja. Wat is dit? Dit is heksenkaas, tomaat, basilicum. En daar is een stikkertje vanaf, dus ik weet niet hoeveel, maar het zal. Daar is een stikkertje vanaf, ja, is handig. Gaat het, meis? Moet je gewoon zeggen, ik moet aan de... Gewoon even aan de kant, jij, nu. Moet je gewoon zeggen. Gewoon zeggen, wegwezen en nu, heel snel. Ja, niet dan. Kijk, hier is een stikkertje vanaf. Dat is handig. En dit heeft echt niks mee te maken. En dat je hoeft te schamen, hoor. Echt niet. Nee, helemaal niet.
kijk, die heb ik. Die heb ik er nu bij. Zo. Nee, lief. Maar die hoort hier, dus moet dat niet blijven. Nee, hoeft. Daarom heb ik hem hier. Wacht even. Daarom doe ik het hier, want dat zien hun toch wel straks. Dus, .nl, ja? Dank u. Wat ik dus net al zei, ik val dus onder zo'n speciale regeling van de overheid. Want ik schaam me er niet voor. Kijk, ik heb astma, ik heb PTSS en ik heb ook nog een licht verstandelijke beperking. Dus ja, en ik heb het gewoon dan ook inderdaad het gevoel dat het mij dan benauwt. Omdat ik dus ook nog eens een keertje chronische hyperventilatie heb. Dus ja, dan ga ik dat dus even lekker niet doen. Nee. En als dus je eigen man mee is, dan hoeft diegene dus ook geen mondkapje op. Het mag natuurlijk wel. Het mag natuurlijk wel, maar het hoeft... Nee, ja. Wauw, kijk. Een mondkapje op, en dan overheen een muts. Kijk, wat leger zegt, je moet een mondkapje dragen. Niet hoe je het moet dragen en wat voor mondkapje. Dus ik heb een mondkapje op nu. Onder de muts. Het mondkapje op? Ja, ik heb een mondkapje op. Ja. Wil je het even zien? Ja, ik heb het zo op, hè. Ja, wauw. En een hoofdkapje dus, hè? Ja, dat is een mondkapje dat ik op heb. Ja. Maar oké, even serieus weer. Want Ro die houdt weer van grapjes, zoals jullie weten. En ik hou toch wel weer van het serieuze vloggen. En kijk, er worden altijd al grapjes gemaakt door Enzo, Don. En er wordt ook content gemaakt. En ga zo maar door. En dat kan ik ook wel doen, maar dan wordt het te veel content gemaakt. En ja, weet je, ik heb zoiets van, doe gewoon normaal en dan ben je al leuk genoeg. Dus ja, nee, maar zoals dus jullie weten, hè, heb ik dus wat ik dus net al zei. Ik heb ADHD, ik heb PTSS, ik heb nog meer. En ik heb dus zo'n uitzonderingspositie. Dus ja, dankjewel overheid. Ja, dankjewel overheid. Top. En wat we hier doen eigenlijk, weet ik, ja, een beetje boodschappjes doen. Ik heb niet zo heel veel, maar het komt wel weer goed. Wat zoek jij, liefie? Gember. Nou, dan sta je hier sowieso. Maar welke gember trouwens? Vloeibare gember. Vloeibare gember, ja, vloeibare gember, toch? Dat is wat erger. Waarschijnlijk bij en met die kleine potje. Ja, de potjes. Er zitten gemberbolletjes in. Ja. Gehakte gember. Ja. Je hebt ook gemberstroop. Ja. Ik heb wel gembersaus gezien. Maar dat zoek ik niet. Maar gewoon die en die je dus altijd bij de noedels doet. Die gember. En doet eten. Dat is, en gehakte. Nee. Dat is knoflook. Doe je niet daarvoor? Nee. Oh ja, dat is oké. Okay. Maar nee, okay. Wat ik dus wil is eigenlijk een flesje met gemberstroop. Ja. En een flesje. Gemberstroop. Met... Ik zie het hier voor mijn neus. Vissaus. 1,25. Dat is niet lekker. Dat zijn die grote. Hier, gembersaus. Ja, dat is saus, ja. Dat is anders. Gemberstroop. Ja, je hebt van die potjes, flesjes, die is langer, iets groter. Er zit meer in, is lekkerder. Mag ik u wat vragen? Nou, mijn man eigenlijk. Ja. Gemberstroop, maar het andere. Ja, nou, vraag het dan. Hij is er nu toch. Ja, ik zoek de gemberstroop, maar iets grotere flesjes. Sorry, de gemberstroop. Maar dan de grotere flesjes, mochten jullie die hebben. Ja. Ja? Ja, die hebben. Maar waar? Ja, die staan hier onder modellen. Ik vrees dat als die jullie staan, dan moet ik het Je hebt ook van die potjes met gember. Nou ja, dat komt er alweer vanzelf wel weer goed. Wat Roof zoekt. Wauw. Hey, hoe kan ik? Ik heb gewoon een vraag aan jullie. Hoe kan ik uitleggen aan mensen, dus ook zoals Roderick, mijn eigen liefdallige man. Hoe kan ik uitleggen wat depressief is? Want ik trek het momenteel gewoon niet. Hoe kan ik het uitleggen? Ik wil het zelf ook niet zijn, maar ik weet het niet. Hoe kan ik het hem uitleggen?
Ik probeer het al uit te leggen. Ik weet dat hij ook moe is, maar ik slaap al weken, nachten niet. Ik slaap wel, maar het is maar een paar uurtjes. Ik val pas om een uurtje of 7 in slaap of wat dan ook. 'S Ochtends vroeg en ik word weer om 10 uur weer wakker. En dan denk ik, ik wil gewoon nog slapen, maar het lukt me dan niet. Maar dan ga ik gewoon wel liggen. Want dan blijf ik tot een uur of 2 liggen. Ik trek dit ook gewoon niet. Maar dat begrijpt hij niet. Of voor mijn gevoel. En dan zegt hij, ja, maar ik heb ook vanmiddag wat gezegd. En dan gaan we samen op bed liggen. Nee, ik heb het gewoon over de nacht. Maar ik laat hem wel weer gewoon lekker thuis liggen. Want anders heb ik daar weer een probleem mee. Ik vraag het gewoon. En ik weet dat hij heel graag in zijn eigen huis zit. Dat snap ik ook wel. Dat begrijp ik allemaal. Ik weet het even maar niet. Hoe kan ik het iemand uitleggen? Ik weet het even momenteel niet. Wat ik moet doen, echt gewoon niet.